Marie, waar zijn we? Nou, dat is mazzel. Ik ga zo op Denzel rijden en Inga op Ferro. En Samantha moet in Nederland van de zadel. Dus ik ga zo dansen en dan ben ik heel erg blij mee. Dan ging je nog zonder zadel? Ja, misschien wel bij een hoofdles, maar dicht een beetje aan hoe die is. Nou, we zullen het zien. Ja. Kies omhoog, Samantha. Ja, goed zo, Sophie. Denk aan de lengte van jullie teugels, hè? Niet te lang laten worden. Ja? Je kippenzak doen. Ja, halt. Ja. Ietsjes rechte teugel, Marina. Daar gaat eigenlijk gewoon schuin. Ja, en nou rechterbeen. Dag, Denzel. Nog een keer, hoor. Dus je linkerteugel mag ook nog ietsjes korter, hè? Ja, goed zo, Sophie. Dus je rechterbeen. Juist, en linker teugel. Hij doet het niet, hè? Nee, deze vindt het ook heel moeilijk. Ja, en nou drukken, Marina. Hij gaat nou eigenlijk al richting de goede kant. Dus linker teugel, rechterbeen. Ja! Deze neemt alles zo letterlijk. Hij luistert wel naar de stuurkunsten. Zo, ja, hou vol. En nou linksom. Kijk. Zonder dat je door hebt, dat je echt precies op de AC-lijn. Rechterbeen terugleggen. Linkerbeen op de singel. Of waar de singel zou moeten zitten. En dan galop. Laat maar eens zien. Ja, Inga. Goed zo. Helaas de verkeerde galop. Dat is bij Ferro ook heel moeilijk, hè? Goed, je rechter teugel eraan. Oplet dat je hem niet naar links trekt als je wil aangaloperen. Ja, kom op, Riley. Jij wou op Jamaica rijden. Duidelijk je rechterbeen naar achteren. Dus ook zo stoer te doen. Ja. Marie, doe nog even je beugels aan. Totdat je echt goed in galop zit, schat. Ja, doe maar Inga. Kijk, dit is de goede galop. Super. En door, en door. Beetje gas aan, doe. Kom. Oplet dat je je rechterbeen niet op zijn rug legt, hè. Ja, doe eens, Samantha. Gaan we eerst maar gewoon de snelle laten draven. Nolan is nu al zo bezig met van, ik zie het. Dat willen we helemaal niet. Snap je? Gewoon een kriebeltje. Ja. Nou wordt nu al chagrijnig. Juist. Kom op. Hey. Kijk, dat is galopperen. Hoppa. Het is aardig gegroeid, dokter. Nee, je moet niet zo hard trekken. Je moet ook zachter met je benen, Sophie. Want hoe harder jij drukt, hoe meer ze denkt... Nee, dan doe je het weer. Laat je benen eens naar beneden, Sophie. Ja, gewoon naar beneden. Niks doen. Kan Denzel dit wel? Jawel. En dan schuif je ze naar achter, heel rustig, je benen. Naar achterleunen. Dan je linker teugel eraan houden, want ze stapt met de kont naar links. Oh, dat is genoeg. Oh, oh. Ja, achteruit is niet de natuurlijke gang van de pony, hè? Maar pasjes is voldoende. Eerst halt, Marina. Oh, zachtjes. Nou, wachten tot hij zucht, dat hij ontspant. Want hij staat dan vol met spa. Oh. Ja, dat is al de hele tijd. Ja, dat dacht ik wel. Gewoon wachten, Marina. Trek eens terug als hij dat doet. Juist. Hallo. Goed zo, dat is al voldoende. Ik heb te spelen. Wie is Jura? Ik heb Pony naam, want ik ken al de kinderen. Dancer. Als iedereen nou geluid blijft maken, dan weet Marina waar je bent. Naar links. Het geluidje. Naar rechts, Marie, naar het midden. Ja.
Naar links, naar links. Ja, voor je, rechts voor je. Oeh. Verder, verder, erachteraan. Marie, je hebt een hele snelle pony. Ga met die banaan. Rechts van. Oh, wil maar. Naar rechts. Gaan, gaan, gaan. Ja, 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 ja. Ja, pluk. Ja, dat is het. Goed gedaan, Marie. Denk jullie jij dat niet, hè? Oh. Het is echt super leuk danser en ja, hij is dus nu gewoon heel de maand mijn pony, mijn rijpony. Dus ja, nou, het was heel erg leuk. Tot morgen allemaal. Joehoe! Joehoe!